Gaat mij toch een stuk lukken. Welkom bij een nieuwe tuinvlog. Vandaag gaan we zaaien. En ik heb hier een potter. Dat ze zo de aarde goed, het watergehalte goed vasthouden. Ik ga dat eerst een klein beetje verpakken. Ik heb 6 potjes. Hier ga ik bollen en zaaien. Ik heb deze zakjes van IKEA. In dit zakje zit peterselie en hier basilicum. Hier waterkers, want dat hebben we nog. Check en voor de basilicum gaan we het water doen. Potje vullen. Misschien alleen om het gras af te doen. Dat was zo zalig. Een van het merk. Tijken. Nu is het tijd voor een experimentje op lange termijn. Ik heb namelijk 2 bomen gekocht in Denemarken. Of dat 2 zaadjes voor bomen. Ik weet niet zeker of dat ze zullen uitkomen. Dit is een tulpenboom en dit is een blauw lokkenboom. We gaan dat gewoon proberen. De instructies staan erin op Duits. In het Duits, maar via Google Translate heb ik de basic dingen proberen achter te halen. Ik ga ze in zo'n pot doen, een redelijk groot pot. Dan moet ik ze nog niet direct verpotten. Misschien heb ik er wel te weinig aarde voor. Ik ga wel meer dan 1 zaadje zaaien, want je weet nooit of het zal lukken of niet. Ja, die pot is niet zo stevig. Ik heb een kartonnen doos van binnen gehaald om daar een soort tag mee te maken. Dat zal lukken. Aangezien dat het een boom is die redelijk lang duurt tegen dat hij kiemt, is dat misschien wel handig. Het duurt trouwens 15 tot 25 jaar tegen dat er hier bloesems aankomen. Dus het is zeker een plant voor een volgende generatie.
En hij kan tot 450 jaar oud worden, dus zeker voor de volgende generatie. Ik ga onze kippen eten geven. Ik heb appelschilletjes. En ik heb mijn vlogcamera deze keer op statief. Dus ik ga super mooi de kippen kunnen filmen. Of toch, dat hoop ik. Vloggen vanop kippenhok. Zoals ik al zei, mochten de kippen vandaag voor de eerste dag buiten, want daarvoor waren we bang dat ze nog door de draad zouden kunnen. Vandaag mochten ze dus buiten en ze hadden echt super veel genot. Vanaf dat ze buiten liepen, waren ze echt aan het pikken. Echt zo grappig. En ik zie dat ze nog altijd wel plezier hebben buiten, maar nu zetten ze weer eventjes binnen omdat ik appelschillen heb gedropt. Aangezien ik weet waar ze zitten, is het misschien het ideale moment om eens binnen in hun kot te tonen. Dit is hun binnenkot. Hier slapen ze. En dit moet wel eens vervangen worden, deze plank. En het hokje moet ook herschilderd worden. Maar ze kunnen eigenlijk niet klaar, want het is echt een super deluxe kippenhok. En nu ga ik water geven aan mijn plantjes. Vandaag ga ik iets super leuks doen. Ik heb ooit een pannenkoekplantje gekocht bij IKEA, maar die was nog redelijk klein. En ik heb gelezen op het internet dat die groter wordt als je met een grotere pot zet. Dus ik ga dat ook doen. Maar ik ga ook een stekje ervan nemen, zodat er een nieuwe plant groeit. Ik ga jullie dat uiteraard laten zien. Stekken van een pannenkoekplant blijkt super gemakkelijk te zijn. Hopelijk is dat ook zo. Eigenlijk zou je dus gewoon een klein babystekje moeten zoeken en dat voorzichtig lossnijden. Hier ben ik op dit bank dat ik mijn plant ga verpesten of niet genoeg ga meesnijden. Ik hoop dat dit het doet. Heb ik nu genoeg meesnijden? Ja, ik denk dat wel. Ja, ik hoop het toch. En dit zou je in een potje met water moeten doen. Ik heb hier een potje. Ik ben ook super aan van. En hier zou je gewoon je plantje mogen inzetten en dan zou dat wortels bijna kweken. Dus ik hoop dat dat zo is. Misschien staan die nu iets te veel onder water. Snap.
misschien moeten we nog bekijken. Ja, we gaan eerst deze pot dus vullen met aarde. Lekker die snap. En deze plant heeft ook weer ruimte om te groeien. Hopelijk lukt het ook vandaag. Het is een super fijne plant. Joe, spannend.